Breda Nu. Je weet het meteen. In de Nieuwe Veste werd een voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 gehouden. De winnaar gaat door naar de nationale voorleeswedstrijd. Steek twee bleke handen uit en buig zich over hem heen. Geef mij de selfie. Ik wil hem. Ik. Klom op haar schouder en begon klop, klop, klop het hoofd van het arme meisje te bekloppen met zijn knokkels. Red haar! Kreeg mevrouw Peper. Veruca, kom terug! Wat doen ze toch met haar? Ze proberen of ze rot is, zei meneer Wonka. Dat heeft voor zin om te schieten op soldaten die vechten voor andere stomme koningen. Die het leuk vinden om zo groot mogelijk land te hebben waar niemand vrolijk is en niemand ontbijt krijgt. Dit boek gaat over meneer en mevrouw Gisel die elkaar voortdurend zitten te pesten. Haar buik jeukte. Vieze, oude wijven zoals zij hebben altijd juk op hun buik. Nummer 3. Grap thuis. Salam. Het is echt een feestje om in de jury te mogen zitten en zien hoeveel talent er is in Breda. Op hele jonge leeftijd, hoe goed kinderen kunnen voorlezen. Superleuk, maar uiteindelijk natuurlijk ontzettend moeilijk om te kiezen wie er dan door mag naar zo'n provinciale wedstrijd. Want we hebben 5 verschillende voorlezers gehad, alle 5 heel verschillend en alle 5 steengoed. Maar Amira was vandaag echt wel de allerbeste. En mijn broertje die heeft het een keer gekregen. En toen ik had dat gelezen, toen vond ik meteen een heel erg leuk boek. Heel grappig, want daar hou ik wel van. En toen dacht ik, ja, er zitten wel leuke stukjes in. Dus daar heb ik een stukje uitgekozen die voor iedereen denk ik wel leuk is. Als het om voorlezen gaat, dan moet je kunnen wisselen met je stem. En je moet je publiek mee kunnen nemen puur met je stem. En daar moet je heel veel lef voor hebben. Soms een beetje rustig praten, soms heel hard praten. Iedereen weer even naar je toe halen. En dat deed Amira heel erg goed. En ze gaat staan, dat vind ik ook heel knap als je gaat staan. En dan zo de zaal in kijken. Ja, als jij 11, 12 jaar bent en je doet dat, dan kom je heel ver. Ik vond het heel leuk. Op het begin vond ik het best wel spannend. Maar toen ik begon met lezen, had ik er steeds meer plezier in. En toen vond ik het wel steeds leuker worden, zeg maar. En ik vond het ook heel leuk dat de klas meedeed. Breda Nu. Je weet het meteen.